Hey mensen, steeds goed en welkom bij een nieuwe Cities Skylines. We zijn weer terug in Johan Hankje Tal Frank. En het eerste wat wij gaan doen is even deze weer uitzetten. Wij gaan even weer wat kijkers uitnodigen in onze stad, in de kijkerswijk. Ik ga even de pagina erbij pakken. Ik klik even op het knopje. Ik hoop niet dat het lastig is. Okay. Ik heb hier een heleboel reacties. Maar liefst 32, dat zijn er best wel veel. Ik ga er dus even kijken. Oh, nu ga ik dus scrollen en ga dus ook mijn spelletje uitscrollen. Dat moet niet, dan doe ik het wel zo. Huis. Ik ga even kijken. Wie heeft er een leuke? Jamie Hoogvliet. Jamie Hoogvliet zegt: noem het huis pizza salami. Prima. Kijk, hebben we nog een huisje over? Deze. Oh, boertje. Pizza salami. Dat is flats. Pizza salami voor Jamie. Oké, volgende. Even kijken. Noem mijn huis, mijn huis. Dat is een goeie. Van Timo Mijnen. En hij zei mijn huis. Zo schreef hij het. Mijn huis. Prima. Iets van jou. Nog 3. Ik kies er 5 uit. Ik heb, mijn microfoon zit een beetje voor mijn tweede scherm dus. Even kijken. Op de thumbnail staat 5, maar in de beschrijving staat deel 6. Dat klopt. Er zijn nog niet genoeg thumbnails, er moet even wat nieuw bijgemaakt worden. En doet Martel tijd, en Martel zat op stage, dus hij heeft er nog geen tijd voor gehad. Dus die komen nog wel weer een keer terug, maar nu nog niet. Noem mijn huis Villa van Loke, van Gilles van Loke, zo heet hij. Oké, dan ga ik een groot huis voor je opzoeken. Even kijken, dit is al een groot huis. Noem ik die Villa van Loke. Zo, kijk eens aan. Die is voor Gilles. De Gamers NL zegt: noem mijn huis, hallo, ik ben een huis. Nou, staat hier, oh, dat is geit. Dus ik zo, dit is een mooi huis. Hallo, komma, ik ben een huis. Zo, prima. Dat waren er 5, toch? Of waren dat er 4? Nou, dan doen we nog eentje, voor het zeker weten. Oh, nee, die doen. Zodat we het zeker weten dat we genoeg hebben. Noem mijn huis de Friesland. Nee, die vind ik niet leuk. Ik hou niet van Friesland. Anthony Schuurink zegt: Bob de huisbaas als huis. Dat is wel een goeie. Deze. Bob de huisbaas. Op je mijl, gauw. Op je mijl. Dat was het. Dat waren de namen. Wil jij ook nou een huis in de kijkerswijk? Laat het even in de reacties achter. Dan ga ik de volgende keer of de keer daarna ga ik nog wat huis uitzoeken. Of nog wat namen. En die ga ik dan in de kijkerswijk zetten. Oh, en we moeten ook nog even een naampje hebben voor deze industriegebied. En er staat er ook een paar tussen. Dus ga ik ook even zoeken. El Loco Industries. Even kijken hoor. Industriegebied Jan Smit. Nog wat meer. Ik zei dat een huis hoor. Ja, dat is een andere. Brandweerhuis de Cookie Store. Nee, die heb ik uit als een huis. Tsjernobyl. Nee. Ja, dat kan wel. Ik noem het Tsjernobyl. Dat is van, hoe heet die gast? Jelle Derks. Tsjernobyl. Ik ga het even opzoeken hoe je het precies schrijft. Google. Ga even naar Google, schiet op internet. Tsjernobyl, schrijf je dat. Zo schrijf je dat. Tsjernobyl. Ctrl-C. Klik weg. Noem ik dit. Ctrl-V. Tsjernobyl. Voor de mensen die niet weten wat Tsjernobyl is, zoek het op Google, dan weet je het. Dit is Tsjernobyl. Hatseflats. Mooie naam voor een mooi stukje grond. Vorige keer waren we hiermee bezig met onze snelweg. En dan komt hier dus de grote stad, zeg maar. Dit is dan een achterwijkje. Dit is een dorp, soort van iets. Dat ligt hier. En dan gaat hier deze weg, komt nog een keer hier overheen. Die komt dan dwars door de stad heen. Zo, brrr, zo ook helemaal eromheen. En dat die snelweg komt brrr, helemaal zo hieromheen. Daaromheen. En dan kunnen we nog verder uitbreiden. Dan leggen we hier nog een dorp neer. Dit blijft gewoon hier liggen. Dat wordt niet veel meer uitgebreid. Hier komt, nee, dit komt dan de stad. En dan komt hier misschien nog een dorp. En verder kunnen we niet kijken, want dat hebben we nog niet uitgebreid. Kunnen we alweer een nieuw stuk kopen? We kunnen zelfs alweer een nieuw stuk kopen. Welk stuk gaan we kopen? Ik denk dat dit stuk handig is, want we willen hier namelijk heen. Dus koop ik die. Zo. Laat C, flat C. En dan kunnen we weer terug. En dan zet ik hem weer op play. Our setting is growing and so is our... Huh? Oh, in onze industrie ook. Ja, inderdaad. En ik zie dat wij een beetje demand hebben voor commerciële zones. Dus dat is misschien wel een goed plan om even wat commerciële zones te gaan bouwen. En hier gaan we een andere keer weer mee verder. Ik weet niet of we dat nu gaan doen. Hoe ver kunnen wij hier nog heen? Ik denk niet dat wij hier goed kunnen bouwen met een snelweg. Want ik wil hem een beetje hier hebben, zodat hier ook nog wat huizen kunnen. Dus de volgende keer als we kunnen uitbreiden, moeten we deze twee stukken erbij kopen. Zodat hier ook goed omheen gebouwd kan worden. En dit stuk moet er ook bij en dit stuk moet erbij. Maar dat gaat allemaal heel lang duren. Dus dat komt goed, dat gaan we een keer doen. We gaan nu eerst even hier verder. Met Smerige Wijk en Gerard Joling hebben we natuurlijk. De Rottige Rotrotonde, de Kijkerswijk. Het is allemaal, hoort allemaal bij elkaar, de hoerderijen. Ik ga even een commerciële zone maken. Dus gaan we even een speciaal gebiedje maken voor de commerciële meuk. Dan ga ik even wat mooie bochtjes, denk ik, maken in de weggetjes. Dit gaat zo. Nu wil ik tot en met hier. Ja. En dan, hoppa, tot het tweede had ik het. Ja, zo. Nu wil ik tot en met daar. En die wil ik eigenlijk daar aan vast hebben. Dus moet ik hem even recht atsenflats. Ligt het goed? Het ligt helemaal mooi. Kijk dan. Dan gaan we hier binnenin. Maken wij een commerciële zone. Dus maken we hier nog een weg. Zo. En hier nog een weg. Zo. Kijk, dan heb je hier een beetje een leuk plekje. Dan kan je daar lekker winkelen zo meteen. Maar als het goed is, hebben wij ook nog een gebouwtje die daar heel mooi bij hoort. Als ik die kan betalen. Kan ik die betalen? Natuurlijk kan ik die betalen. Die kost 19.000. Ben je gek? Dat kan ik niet betalen. Moeten we hem even doorspoelen. Dan kunnen we hem zo meteen kopen. Oeh, deze is ook mooi. Ik wil deze hier eigenlijk wel hebben. Dit is een grote mall. Of hier, ik denk hier dan eerder. Dit is een winkelcentrum. Plemp, Hatseflats, winkelcentrumpje. Nou, er zit dan geen water en geen elektriciteit. Komt goed. Dat gaan we dat even regelen natuurlijk. Hier water, hier water, hier water. Hier moet ook nog een stukje water. Zo. En we moeten de elektriciteit zien te regelen. En dat gaan we regelen door daar wat winkels neer te zetten. Dus komt hier gewoon heel... Oh, dit moet even goed weggepoetst worden. Ik wil hier geen kleine dingetjes hebben. Zo. Dit is toch de goede die ik moet doen? Ja. Kijk, hier ook wat winkeltjes. Zo, hier, dit had hem al erbij. Oh! We zijn een small city. We kunnen weer nieuwe dingen bouwen. We kunnen een trein bouwen. We kunnen nog meer speciale gebouwen bouwen. We kunnen dit dus allemaal bouwen. Blablabla. Bla, bla. Allemaal leuke dingen. Helemaal mooi. Maar wat we eerst even gaan doen is deze commerciële meuk neerplempen. Dus hier een mooi... commercieel gebied van maken. Even doorspoelen. Gaan we het ook een beetje opvullen. Nou, dan leggen we hier bijvoorbeeld een klein parkje wil ik hebben. Hier een klein parkje. Zo. Hier, ik zeg hier. Nou, dan daar maar. En we kunnen ook wat voetpaden aanleggen. Dus bijvoorbeeld, nou die mensen die moeten vanaf hier natuurlijk ook gewoon naar de winkel kunnen. Zo, leggen we daar een pad aan. En daar een pad. Zodat ze makkelijk zo kunnen lopen. Dat ze niet helemaal hierheen hoeven te lopen. Heel makkelijk. Hadden we het ook hier kunnen doen, maar nu doen we het daar. Dus maakt niet uit. Maar het ziet er super uit, toch? Misschien moet ik ook even bomen neerzetten. Even kijken, bomen. Is er ook een brush of zo? Dat we gewoon makkelijk bomen neer kunnen zetten. Niet dat we... Ik zag dat laatst in een andere Cities Skylines van iemand anders. Je had gewoon zo'n brush om bomen gewoon te verven, zeg maar. Wat is dit? Japanese Garden. Die is nieuw. Hey, Suckerfield, eindelijk. Waar zit die brush? Er zit een brush altijd. Hoe doen mensen dat? Nou ja, boeien. Dan zetten we ze gewoon neer. Zoals ik dat zelf wil. Grote bomen neerzetten. Hier wat grote bomen. Wat. Kijk, ziet er toch mooi uit. Lekker winkelcentrumgebiedje hier. Grote bomen. Grote bomen overal. Hatsé. Nou, kijk, geweldig. Facility full. Oh nee. Oh, kut. Het afval wordt niet opgehaald. Oh, oh. Moeten we even een afval... we gaan een incineration plant neerplempen. Nu hoeven we daar ook niet meer ons zorgen over te maken dat dit vol zit. Want dan komen we hier gewoon, dan wordt alles verbrand. Had ze verlaat. En dan doe ik er hier ook nog heen. Zodat we gelijk genoeg hebben. We hebben nog geen university. Wel, hey, we hebben er al een. Wat moeten we nog hebben? Politie, zie ik. Er zit maar één, we hebben maar één politieding. Hoe duur is deze? 60.000. Dan doen we eerst nog een kleintje hier. En een kleintje daar. Kijk, we hebben genoeg. We hebben ook maar 2 ziekenhuizen, ja. Moet hier ook nog een ziekenhuis. En dan wil ik hier ook nog één hebben. En in de kijkerwijk... Oeh, moet ik even uitkijken dat ik geen huizen plat gooi. Daar ook nog één. En hier ook nog even één. Zo. Lekker overal. Brandweer is wel genoeg. Brandweer is goed. Niks aan de hand. We hebben nu ineens enorme demand voor huizen. Dus gaan we even huizen neergooien. Maken we daar ook even een lekker plekje voor. Even kijken hoor. Ik denk dat het hier wel mooi is. Space already occupied. Hier ligt zeker iets waar we niet overheen kunnen. Nee, daar ligt een politiestation. Dat kan niet, hè? Daar kunnen we niet overheen bouwen. Dan gaan we hier verder, toch? Tot en met zo. Oh nee, iets verder nog. Eentje verder. En kijken hoor. Zo. Nou, ligt echt niet helemaal recht. Maar prima. Daar kan ik het mee doen. En doen we hier zo een huis, een weg. En dan hier precies tegenover nog één. Daar. Daar. En hier achter één. Hé, hey, kijk eens hoe mooi. Kunnen we daar ook huis in gooien? Dan doen we dat toch even. Hotsé. Hotsplats. Hotsplats. Hotsé. Hotsplats. Huizen. Kom hier wonen mensen. Hartstikke leuk hier. Mooi toch? Die huizen zo. Hier komen zo meteen. Hier ook huis. Huis. Kom huis. Allemaal kleine huisjes hier. Wie wil hier nou niet wonen? Er is daar geen water. Hoe kan dat nou weer dan? En hier staat ook van alles leeg. Oh, dan moeten er niet genoeg mensen zijn. Dan moeten wij een nieuw waterding neerplempen, denk ik. Zo. Nu is er toch genoeg water. Mooi zo. Vandaar dat hier mensen allemaal weggaan. Dat er geen mensen kunnen werken, omdat er niet genoeg mensen waren. Hier is ook geen water. Natuurlijk, dat moet ik even aanleggen. Ik vergeet het altijd, man. Ik heb het ook heel lang niet meer gespeeld. Het spel. Beetje dom. Gelukt. Helemaal mooi. Nou, deze gebouwen verdwijnen vanzelf wel, als het goed is. Zie, daar ging die al. Daar heb ik een mooie mod voor geïnstalleerd. Hartstikke handig. Ik vind het een mooi stukje zo. Kijk, je hebt hier mooie winkels. Zo kan je lekker winkelen. Heb je een grote mall hier. Ik ga het even een speciale naam geven. Even kijken. Plain Nieuw District. Nee, dit moet nieuw worden. Zo. Dit zijn alle winkels. Zo. Dan moet ik daar doen. De huizen er ook gewoon bij. Zo. Dit hele vierkante stuk. En dan moeten we even een naam geven. Dus een winkelgebied. Als jullie een leuke naam hebben voor een geinig winkelgebied. Laat het ook even in de reacties weten. Dan ga ik er ook een uitkiezen de volgende keer. Net als al die huizen. Die jullie mogen neerplempen in de kijkerswijk. Bedenk hier ook even een leuke naam voor. Voor dit kleine stukje. Waar allemaal winkels staan en zo. Ziet er leuk uit toch? Ik vind het mooi. Zo'n mooie weg zo, Paul. Kan hier lekker winkelen, lekker lopen, weet ik veel. Ik denk dat hier ook nog even een looppad moet, zo tussenin. Want, zo moet dat huis maar weg, die winkel maar weg. Kunnen mensen vanaf hier ook gewoon lopend naar de winkels toe. Deze moet ook gewoon weg, dit is ook gewoon een klein kuthuis. Zo, daar hebben mensen niet zoveel aan. Dan kunnen ze gewoon lopend naar de winkels toe, vanaf een huis. Super handig, kijk, er lopen gewoon mensen overheen. Zie, op met een hond. Er komt een hond achteraan. Super mooi. En nu we dit hebben gebouwd, zie ik dat we nog meer nodig hebben. Wat commerciële meuk. Jongen. Wat gaan we de volgende keer doen? Ik vind het wel helemaal mooi geweest. We hebben dit gebouwd. Dit helemaal, dit mooie stukje. Daar mogen jullie een leuke naam voor verzinnen. Voor dit mooie winkelgebied met wat huisjes erbij. Dus verzin een leuke naam. Laat het in de reacties weten. Mocht jij ook graag een huis willen in de kijkerswijk, laat het ook even weten. Ik denk dat ik uit moet breiden de volgende keer. Dan ga ik misschien de volgende keer daar ook wat nieuwe mensen voor uitzoeken. Of de keer daarna. Dat zien we dan wel. Ik denk de volgende keer gewoon. En dan zeg ik doe een blauw duimpje omhoog voor deze toffe video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe Cities: Skylines.